Ik ben Karim van Overmeijre, Vlaams parlementslid en schepen in Aalst. En ik sta hier op het dak van het partijsecretariaat naast een toch wel redelijk grote versie van een vlag. Een zwarte leeuw op gouden veld, een zwarte leeuw op geel. Een vlag die we allemaal herkennen als de vlag van de Vlamingen, als de vlag van de Vlamingen als natie. Nu als symbool is die zwarte leeuw eigenlijk vrij oud. Je moet al teruggaan naar 1162, naar de 12e eeuw. Om die eerste leeuw terug te vinden. En daarmee is het eigenlijk een van de oudste nationale symbolen van Europa. Aanvankelijk was die leeuw het symbool van de graaf van Vlaanderen en van het graafschap Vlaanderen. Het verhaaltje dat die leeuw afkomstig is van de kruistochten, dat is wel op niks gebaseerd. Integendeel, nog voor de kruistochten was het hier in onze contrij de gewoonte om allerlei wilde dieren in allerlei kleurencombinaties op wapenschilden aan te brengen. Grappig is wel dat die Vlaamse leeuw oorspronkelijk bekend stond als de luipaard of de liebaard van Vlaanderen, zeg maar de luipaard van Vlaanderen. En het is maar onder impuls van de heraldiek dat al die wilde beesten, en dus ook onze Vlaamse luipaard, dat die teruggebracht zijn tot de standaard Vlaamse leeuw. De overgang van die leeuw als symbool van een graaf naar symbool van een heel volk, van een hele gemeenschap, dat is te danken aan Hendrik Conscience en zijn historische roman De Leeuw van Vlaanderen over de Gulden Sporenslag. Die voor alle Vlamingen, ook de Vlamingen van Brabant, ook die van Limburg, de inspiratiebron was om hun strijd tegen de verfransende Belgische staat en hun strijd voor Vlaamse identiteit verder te zetten. In 1973 werd die leeuw trouwens officieel bevestigd als symbool van de Vlaamse gemeenschap door de voorganger van het Vlaams parlement. Nu, naast die officiële leeuw met rode tong en rode klauwen, bestaan er heel veel variaties in allerlei vormen en afmetingen. Maar de meest bekende is natuurlijk de strijdvlag, een volledig zwarte Vlaamse leeuw. Dat is dan niet de officiële leeuw, maar wel de leeuw van de Vlaamse beweging, van die Vlamingen die vinden dat Vlaanderen verder moet gaan in de vorming van een eigen Vlaamse staat. Wat die leeuw in elk geval niet is, is een partijpolitiek symbool. Die vlag is de vlag van alle Vlamingen, ongeacht een politieke overtuiging. En het gebruik van die leeuw betekent dan ook niet dat alle Vlamingen hetzelfde zijn of dat die allemaal hetzelfde denken, maar het betekent wel dat men zich als individu wil inschakelen in een gemeenschap. Een gemeenschap met een grotendeels gedeeld verleden, een gemeenschap met vandaag dezelfde belangen en een gemeenschap die we willen overdragen aan onze kinderen en onze kleinkinderen. En dat idee van als individu te behoren tot een gemeenschap, die gemeenschapszin zeg maar, dat wordt voor mij gesymboliseerd door die Vlaamse leeuw. En dat is waarom dit symbool voor mij zo belangrijk is.